Hallo, dit is een vlog van Dre. Fijn dat je kijkt. Ik sta hier op de Werkshop, onderdeel van de Tour of Art Flevoland. Allerlei Flevolandse kunstenaars die exposeren. Hier op deze locatie zitten er 3. En ik ga binnen even kijken. Ik ben er één van. Ik ga binnen even kijken naar alle 3 de kunstenaars. Hier zie je kleurrijke schilderijen. Allemaal leuke fantasiebeesten staan erop. Als je daar je mobiele telefoon voor houdt, je device, en je hebt een app geïnstalleerd, dan kun je de schilderijen zien bewegen. Ze komen tot leven. Kijk maar. Bij Marianne Gansert staat het plastic als materiaal thematisch centraal. Zeker bij dit werk, de Fantastic Plastic Soup Panic Machine. Ze laat haar betrokkenheid bij het milieu en de vervuiling zien. Verder neemt ze u mee op reis in een deel van haar laatste expo Blind Zicht. Toon Borghuis neemt je mee op een zoektocht naar pure beeldende poëzie. Met zijn project Hartverscheurend Water gebruikt hij onder andere plastic als materiaal om je het lot van de vluchtelingen te laten ervaren.